Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Tom Beugelsdijk na afloop niet te genieten en ook een terugblik op het duel tegen Ajax met Danny Bakker. ADO Den Haag ging zondag in het Kyocera Stadion kansloos onderuit tegen Ajax. Het werd slechts 0-2. Rob Langenstein sprak na afloop met een zeer teleurgestelde Tom Beugelsdijk. Wat is jouw verhaal van deze wedstrijd? Mijn verhaal van deze wedstrijd? Nou ja, ik denk dat het duidelijk is. We zijn redelijk van het kastje naar de muur gespeeld. Vooral tweede helft. Eerste helft krijg je een ongelofelijke goal tegen wat niet kan gebeuren. En dan als je zo'n goal tegen Ajax krijgt, dan ben je al snel kansloos. Ik vond dat met name in de tweede helft onhaars. Geen passie, geen strijd, niks. Ja, maar dat krijg je als je... geen strijd als je niet in duels kan komen. Ze tikten ons gewoon alle kanten op en dan kom je niet in duels. Dus ja, dan wordt het lastig. Wat ook heel opvallend was, alle afvallende ballen waren van Ajax. Ja, dat bedoel ik. Tweede ballen. Kijk, lange bal op Havenaar, dan moet die tweede bal voor ons zijn. Tenminste, je kan niet elke tweede bal verliezen, maar nu denk ik dat 90% voor Ajax was. Dus ja, nou ja, dan... Loop je dan op te vreten in het veld? Ja, tuurlijk. Tuurlijk vreet ik me op. Ik vind het verschrikkelijk dat gebeurt. Toch in de eerste helft heb je een paar goede kansen gehad, met name Bekker al gelijk na een paar minuten. En ook in de 22e minuut de grootste kans. Ja, dat soort ballen moeten er wel in. Wil je überhaupt de kans maken? Ja, tuurlijk. Dat is gewoon een goede kans, goede aanval. Als je die maakt is de wedstrijd, nou ja, dan kom je er in ieder geval voor. Maar dan neemt nog niet weg dat ja, we hebben gewoon verdiend verloren en er zat niks in. Dan kom je in de rust in de kleedkamer. Wat zegt Petro dan? Nou ja, kijk, je staat maar 1-0 achter. Dus die bal heeft één keer goed te vallen. De eerste helft hebben we ook een kansje gehad. En als die tweede helft ook een kansje krijgt, dan kom je op gelijk. Of 1-1 en dat is niet gebeurd. Hun maken gewoon 2-0 en dan ben je kansloos. Voorafgaand aan deze wedstrijd was er toch een stille hoop op wellicht een puntje. Is dat dan hopen tegen beter weten in? Nee, want anders kan je... Ja, je kan wel, als je dat niet hebt, dan hoef je niet te spelen. Dus tuurlijk, wij hopen gewoon op minimaal een punt. Maar dat is niet gebeurd. 5 wedstrijden op rij verloren. Nou goed, tegen Ajax kan je verliezen. Zaterdag na Roda. Nou, dat is een wedstrijd waar je echt de punten moet gaan pakken. Ja, dat zijn wedstrijden waar je 3 punten moet pakken, ja. Het is toch niet zo dat jullie net als PEC Zwolle uit ook Roda in de zadel gaan helpen? Nee, dat is niet de bedoeling. We moeten daar 3 punten pakken, zeker. Tot slot, wat voor gevoel hou je nou aan deze wedstrijd over? Ja, verschrikkelijk gevoel natuurlijk. Ja, dat is logisch. Ik bedoel, daar heb je nu geen woorden voor. Het is gewoon een klote weekend. Klaar. En na Tom Beugelsdijk ook nog een korte terugblik met middenvelder Danny Bakker. Danny, een kansloze nederlaag. Eens? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Wat voor gevoel hou je aan deze wedstrijd over? Ja, met name eigenlijk een klote gevoel als je kijkt naar de tweede helft ook vooral. Dan kom je niet meer in de wedstrijd en dan ben je niet meer opgewassen tegen dit Ajax. Waar ligt dat dan aan? Dat je in de tweede helft eigenlijk helemaal niks meer in de melk te brokkelen hebt? Nou, als je kijkt naar de eerste helft, dan proberen we echt nog een wedstrijd van te maken. En dan krijgen we ook nog tenminste kansen. En dan kan je nog verzilveren, maar als je dat niet doet, weet je dat je moeilijk krijgt tegen Ajax. Dan krijg je sowieso kansen en dan krijgen we via een ingooi krijgen we een doelpunt tegen. Ja, dat mag niet, maar eigenlijk tweede helft proberen dan direct nog een wedstrijd van te maken. En daarna geef ik een scherpe bal aan Ruben, maar die bereik ik niet. Het is gewoon een slechte bal voor mij en daardoor komt ook de tweede goal uit door een counter. En staan we gewoon niet goed, meer kan ik niet echt zeggen. Reken je die tweede goal dan zelf aan of valt er wel mee? Nou, het begint natuurlijk ook bij mijn bal die niet aankomt. En dan... Nou, dat kan gebeuren, alleen als dat het begin is van een counter waardoor een goal uitkomt, dan heb je wel een shit gevoel en dat is wel een aanleiding ervoor. Wat ook heel opvallend was, dat alle afvallende ballen waren voor Ajax. Ja, dat komt ook vooral omdat Klaas en Ziyech gewoon heel diep stonden en heel breed uit elkaar, waardoor Dolberg ook heel erg kon uitzakken. En dat is het systeem wat je ziet nu van Ajax, dat spelen ze gewoon heel erg goed. Ze zitten natuurlijk in een winnende race. Ik geloof dat dit de 8e of 9e wedstrijd op rij is die ze winnen. Wat maakt dit Ajax zo goed? Ja, wat ik zeg, nu zie je steeds meer het systeem van Bos. En
Ja, je ziet dat de spits uitzakt en daar komen de middenvelders onder. En alleen maar lopende mensen met Klaassen en Ziyech die ja, goed aan de bal zijn. En Traoré die goed aan de bal is. Dus ja, dat is gewoon heel erg lastig. En ja, daar hadden we heel veel moeite mee. Op een gegeven moment wordt Duplan eruit gehaald. Er komt Ashraf erin. De rol van jou op dat middenveld veranderde ietsjes. Is dat dan anders dan met Duplan? Nou ja, Ashraf is ook een controlerende middenvelder. En Kevin schoof door, maar ja, weet je dat je meer een box-to-box speler is en niet echt een tien. Maar ja, Edo was natuurlijk nog niet echt 100% fit om 90 minuten te spelen. En hij heeft zo lang mogelijk volgehouden en dat heeft hij gewoon goed gedaan. En ja, daar kom ik misschien iets meer, iets aanvallender proberen te voetballen. Aangezien we nog 2-0 achter stonden, dus dan proberen we nog wat van te maken, maar dat mocht niet baten. Als je een kans had op een doelpunt, was het in de eerste helft, met name al kort na het begin ja. Via Becker. En de grootste kans was eigenlijk na 22 minuten toen Becker alleen op Onana afging. Ja, dat zei ik. Dat we kansen hadden in de eerste helft. En die moet je dan proberen te maken om nog in de wedstrijd te blijven. En dan sta je tenminste voor. En dat is heel erg jammer. En dat soort kansen blijven we altijd krijgen. En we proberen die eigenlijk dan gewoon... Ja, die moest je eigenlijk scoren. Waardoor je dan lucht kan scheppen. En dat is heel erg jammer dat je die dan niet maakt. Tweede helft vond ik Adelhaag een beetje onhaars voetballen. Geen durf meer, geen pit. Maar is dat dan ook louter en alleen te wijten aan het klassenverschil? Dat kan wel mee. Dat speelt sowieso mee. Alleen je zag daardoor dat we ook steeds minder fit werden. Omdat Ajax alleen maar aan de bal was. En dat kost zoveel energie. En dan wil je weer aan de bal komen. Maar weet je, dan kan je eindelijk lucht scheppen. En dan spelen we de bal weer zo snel mogelijk lang. Waardoor de tweede ballen dan weer voor Ajax is. En daar hadden we het middenveld gewoon heel veel moeite mee. En dat kost zoveel energie. Dus ja, dat zeg ik, daardoor kwam mee, maar niet meer in de wedstrijd. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.